Ik ben Rudy en ik verkoop Italiaanse designkeukens van Schneidero. Ik hou van mijn kids natuurlijk, maar ook van Italiaans design, van koken. En mijn andere passie is sportvliegen. Volg mijn vlogs en ik vertel je er van alles over. Vandaag kwam Ismail op bezoek voor zijn nieuwe Schneidero keuken in Den Haag. Maar het is echt kastelenweer, dus daarom vonden we het een goed idee om samen te gaan vliegen. Eerst naar het vliegveld gereden hier op Pannemuiden. Ik op de scooter en Ismail en met de auto erachteraan. Op dit moment is er een COVID-noodlam actief. Daarom moeten we verplicht met een mondkapje vliegen. Zo'n mondkapje moet eigenlijk ook je neus afdekken, maar Ismail had de noodlam niet zo goed gelezen, denk ik. Hier op Pannemuiden hebben we naast een Italiaanse keukenshowroom ook een heus vliegveld. Vliegveld Midden-Zeeland. Hartstikke leuk natuurlijk. Daarom vlieg ik vaak met relaties hier mijn rondjes boven Zeeland. Als vlieger is het uiteraard wat meer uitdagend om wat verder weg te gaan. En dat kan natuurlijk ook wel. Ik ben bijvoorbeeld een paar keer met de Cessna naar Milaan gevlogen voor de keukenbeurs daar. Maar zo'n keukenbeurs heb je niet elke week. Maar relaties die graag een rondje mee willen vliegen boven Zeeland natuurlijk wel. Ik moet eerlijk toegeven dat het met zo'n eenvoudige Cessna als ik heb best wel een gedoe is om even naar Milaan te vliegen. Dat doe je gewoon niet even. Ik heb bijvoorbeeld geen turbo en ook geen drukcabine. En bij zo'n 11.000 voet houdt het voor mijn Cessna gewoon op. Met andere woorden, ik kan niet over de Alpen, maar ik moet er tussendoor. Maar dan heb je natuurlijk wel supergoed weer nodig. En bij de Alpen heb je dat niet altijd. Je wilt immers de bergen om je heen wel kunnen zien. Voor je het weet zit je er tegenaan en dan is het game over. Maar die bergen zijn natuurlijk wel heel indrukwekkend. Als je met je kleine Cessna zo naast de Mont Blanc vliegt, is het echt heel bijzonder. Zo'n Mont Blanc hebben we hier in Zeeland natuurlijk niet. Maar wat we wel hebben, en dat vind ik mooi, dat zijn zeehonden. En daar hebben we er ook nog eens heel veel van. Je ziet dat de zeehondjes het echt heel goed doen hier in de Zeeuwse Delta. Met de videocamera is het me tot op heden niet gelukt om ze heel scherp op video te zetten. Ik ben natuurlijk ook vlieger en geen cameraman. Naast de zeehondjes heeft Zeeland natuurlijk veel meer te bieden voor de sportvlieger. Het is nog aardig leeg hier, dus best wel veel natuur. En op het water is er ook altijd wel wat te doen. Bij Vlissingen zie je bijvoorbeeld de loods aan boord gebracht worden van de schepen die naar Antwerpen moeten varen. En als je klaar bent met vliegen, het vliegveld op Arnhemuiden heeft een mooi restaurant. Geen hokezien, maar je kan er in ieder geval wel fatsoenlijk eten. Ik denk dan misschien, waarom zegt hij dat er nou bij? Maar onlangs was ik naar een vliegveld in Limburg gevlogen. En toen ik er was, kon ik er niet eens een fly krijgen. Nou, hier op Arnhemuiden hebben ze in ieder geval nog een bolus voor bij de cappuccino. Dat was super gaaf. Ja? Ja, heel anders dan ik 747. Dat denk ik ook wel. Ja, het is echt prachtig mooi om van boven te zien. Zeeland. Ja. Nou, doen we het nog een keertje. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer je op mijn kanaal en blijf me volgen.